Wij hervatten de vergadering. Het woord is aan de fractie van OD16, mevrouw Roders van Gelremalsen. Gaat uw gang. Meegenomen. Dus hoeft u, nou ja, toch wel. Bent u verplicht naar mij te kijken de hele tijd. Veranderen. Voor anderen. Met anderen. Ik wil u eerst even meenemen in een klein persoonlijke anekdote van toen ik zelf nog klein was en veel buiten speelde. En wij speelden altijd in een oude bomkrater met een hoop struiken en dan was het vreselijk leuk spelen. En daar heb ik menig leuk uurtje doorgebracht. Maar op een moment besliste de gemeente dat daar flatgebouwen moesten komen staan. En weg was onze speelplaats. En tot op de dag van vandaag voel ik nog de verontwaardiging dat ze dat zomaar durfden te doen met onze mooie berkenkuil, zoals die heet. Veranderen. Dat is hetgeen waar wij als raad en u als college voortdurend mee bezig zijn. En dat wordt ook van ons verwacht. Als er nooit iets zou veranderen, zouden we nu nog steeds met een berenvel in een grot zitten. Maar we moeten ons wel voortdurend blijven realiseren dat veranderen niet altijd voor iedereen een verbetering hoeft te betekenen. Sommige veranderingen doen pijn en worden niet in dank afgenomen. Anderen kunnen rekenen op groot enthousiasme. Zeker als veranderingen mensen persoonlijk raken, kunnen de emoties hoog oplopen. Denk alleen al aan de Zwarte Pieten-discussie. Van ons als raad wordt verwacht dat we verstandige beslissingen nemen. Het gemeenschapsgeld nuttig besteden, luisteren naar onze inwoners en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en op een prettige manier kan leven in onze stad. Geen eenvoudige taak, die veel vraagt van ons vermogen om compromissen te zoeken in de gemeenteraad, in de samenleving en samen met onze inwoners en partners. We willen met z'n allen wel heel graag een goede verkeersdoorstroming, maar liever niet een weg in de achtertuin. We willen samenwerken in de regio, maar vooral niet onze eigenheid verliezen. We willen graag een schone stad, maar het liefst zelf niks opruimen. In deze raadsperiode is het bloesemakkoord leidend. We zijn nu over de helft en een groot aantal veranderingen is in gang gezet. En een aantal doelen is gehaald en daar mogen we trots op zijn. De infrastructuur van de stad met de poortenvisie, de positionering van de regio als voet- of fruitdelta en de promotie van de stad als fruitstad aan de Waal. Naast de successen liggen er nog een aantal flinke uitdagingen. Vooral daar waar het de mensen raakt. De bodem van de kas komt in zicht en er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn een aantal dossiers waar we ons grote zorgen over maken. Deze liggen vooral op het gebied van het sociale domein en de sport. Denk aan veilig thuis, armoedebeleid, schulphulpverlening en het sportbeleid. Vooral daar waar de veranderingen, zeg bezuinigingen, worden die gevoeld door de mensen. De transitie, de verandering, is in gang gezet, maar nu is het tijd voor de werkelijke transformatie. Mensen moeten gaan voelen en gaan merken dat de verandering ook een verbetering is. Daarom pleiten we dan ook voor verdere ontwikkeling van volwaardige wijkteams. Want aangetoond is dat je daarmee de mensen beter bereikt. Mensen pakken hun verantwoordelijkheid als iets raakt en het in belang is van het eigen welzijn. Kijk in dat opzicht naar buurtpreventie en de wijkteams jeugd. Maar er zijn ook wijkbewoners die misschien wel willen, maar niet kunnen. Die inwoners moeten in de eigen wijk hulp kunnen vinden en zich gehoord voelen. Er liggen grote uitdagingen op het hele sociale domein. Wij zien het als een belangrijke opgave het hiervoor beschikbare geld efficiënt en doelgericht uit te geven, zodat het ook werkelijk daar terechtkomt waarvoor het bedoeld is. Daarnaast geeft het wijkgericht werken de mogelijkheid mensen meer te betrekken bij de eigen woonomgeving en zo de veelgevraagde participatie te stimuleren. Het jaarthema 2017 sluit daarbij aan. Wij dienen een motie in
met het verzoek te komen tot volwaardige wijkteams van 0 tot 100 jaar. Want pas als die operatief zijn, kan er sprake zijn van volledig wijkgerichte zorg en participatie. Graag horen wij de visie van het college over de sociale wijkteams 0 tot 100 jaar en de termijn waarbinnen deze eventueel operatief zouden kunnen zijn. En hoe gaat het college waarborgen dat de middelen uit het sociaal domein ook direct of indirect beschikbaar zijn voor de mensen die het werkelijk nodig hebben? Helaas behoort de bevolking van onze regio nog steeds tot een van de ongezondste van het land. Dus moeten we onverminderd aandacht blijven geven aan het stimuleren van een gezonde leefstijl. Daar blijkt weer dat veranderen moeilijk is. Een eenmaal aangeleerde leefstijl leer je niet zo makkelijk af. Samen met een groot aantal spelers in de regio wordt beleid op dit gebied ontwikkeld. Dit met het doel zo vroeg mogelijk gezond gedrag te stimuleren. Los van alle andere maatregelen kan de gemeente onder andere bij inrichting van de openbare ruimtes rekening houden met de stimulatie van het bewegen. Als gemeente moeten we hier leiderschap tonen en duidelijk te halen doelen formuleren. Het is dan ook een gemiste kans dat het nieuwe gezondheidsbeleid 2016-2019 nog niet klaar is. En ik wil dan ook aan het college vragen welke doelen zij het op het gebied van de gezondheidsbevordering nog deze raadsperiode denken te gaan halen. In deze periode is er al veel geld uitgetrokken voor sportvelden en accommodaties. En dat is een goede zaak. De veranderingen die er op het gebied van zwemonderwijs zijn en het zwembad baren ons zorgen en vinden dan ook dat als gemeente een belangrijke taak hier ligt. Om te zorgen dat ieder kind zwemonderwijs blijft krijgen en dat het op binnen een zwembad is wat op fietsafstand te bereiken is. En dat zal nog moeilijk zijn binnen de bezuinigingsopgaven. Stadsvisie en omgevingswet worden voorbereid en ook daar weer veranderingen. Wat willen we met onze stad? We willen ontwikkelen, maar ook het historische karakter bewaren. Veel ambities, maar kunnen we ze ook waarmaken? Een groot aantal projecten wordt momenteel uitgevoerd. Doel daarvan is de stad leefbaarder en fraaier te maken. En het is daarom van het grootste belang dat het hele gebied opgeknapt wordt, inclusief de aanlooproutes. Straks is de WLP klaar en hebben we een gebouw dat een ontmoetingsplaats zal worden voor veel mensen. Onderdeel van het plan is het opknappen van het hele gebied, inclusief de aanloopstraten. Heeft het college al een plan hiervoor klaar en het bijbehorende budget? We willen er graag voor pleiten dat ook daar concrete plannen voor gepresenteerd worden. Het gaat om het hele plaatje. Pas dan zien de mensen dat de verandering ook een verbetering is en kunnen ze trots zijn op Tiel. Iedereen moet zich welkom voelen in de stad. En om dat te benadrukken willen we met een motie komen waarin het aanleggen van de regenboogloper wordt bepleit. De verbouwing van het stadhuis nadert zijn voltooiing en de nieuwe bedrijfsvoering is in gang gezet. Maar het piept en kraakt. Geen eenvoudige verandering. Het vraagt veel geld en inzet van het ambtelijke apparaat om de doelstellingen te halen. Wij complimenteren de ambtelijke organisatie met het tijdig afronden van het begrotingsproces en de beantwoording van de vele vragen. Het is goed voor de medewerkers te merken dat de gezamenlijke inspanning tot een goed draaiende organisatie kan leiden en ziekteverzuim echt structureel daalt. Wanneer verwacht het college dat de bedrijfsvoering weer een echte geoliede machine zal zijn zonder piepen en kraken? Namens de raad gaat een commissie onderzoeken of we onze manier van vergaderen kunnen aanpassen. Het moet voor de inwoners inzichtelijker worden hoe besluiten tot stand komen. De drempel moet minder hoog worden. Het mag wat interactiever en sneller, zonder dat de zorgvuldigheid verdwijnt. Veranderingen ook voor de raadsleden. Onze fractie draagt met plezier een paar ideeën aan. We vragen het college welke zij verwachtingen hebben en welke adviezen zij aan de raadscommissie eventueel zouden kunnen geven vanuit hun eigen werkwijze. Zorg heeft de OD16 over de boekhoudkundige manier waarop de begroting sluitend is gemaakt. Een greep uit de reserves zonder dat er inhoudelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt.
en het afromen van bezuinigingen op zaken die de coalitie zich ten doel had gesteld, zoals bijvoorbeeld het zwembad. Als we naar de midterm review kijken, lijkt het erop dat het college bijna klaar is, maar niet alle seinen staan nog op groen. En er zijn nog maar 18 maanden te gaan. Verwacht het college alle doelen te gaan halen en welke zullen eventueel niet gehaald gaan worden? Vorige week hebben we kennis gemaakt met een inspirerende, onbekende Tielenaar, voor mij althans, Johan Derk van de Capelle tot Den Pol, die in 1781 opriep tot meer democratie en minder bestuurlijke macht. Hij liet hiervoor geblindeerde koetsen door de straten rijden die pamfletten uit de ramen gooiden. Wij laten geen koetsen meer rijden, maar roepen wel op voor openheid van besluitvorming, zodat het voor iedereen, raad en inwoners, inzichtelijk is waarom besluiten genomen worden en welke afwegingen gemaakt zijn. Als raadlid hebben we de taak onze inwoners te vertegenwoordigen, te controleren of het college zijn werk goed doet. Dit moeten we in alle openheid kunnen doen en dat staat soms op gespannen voet met geheimhouding. Wij dienen daarom een motie in waarin we daar wat meer richting aan willen geven. OD16 wil een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van moeilijke dossiers die er liggen. We willen luisteren naar onze inwoners, goed kijken waar we ons geld aan uitgeven en samen met college en raad zoeken naar de beste manier om te veranderen en dit duurzaam te borgen voor anderen en met anderen. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de fractie van het CDA, de heer Van Oostrom. Ja. Voorzitter, een tijdje terug werd mij door mevrouw Muller in mijn functie als voorzitter van de commissie Ruimte uit naam van de bewoners van de Bloemenbuurt een zelfgemaakte schilderij aangeboden en overhandigd. Een mooie kleurrijke symbolisering van de huizen die last hadden van wateroverlast. Als je goed kijkt, zie je de roos, de dahlia, de tulp die met hun voeten in het water staan. Een symbolische weergave van de situatie daar in de gelijknamige straten heeft gespeeld. Al met al heeft de kaas dus een happy end gekregen en de bewoners zijn dolblij dat de gemeente de problemen heeft opgelost. Het mooie is dat dit een voorbeeld is waarbij de politiek letterlijk heel direct contact heeft met haar inwoners. Velen van u hebben bij mevrouw Muller op de bank gezeten om de problemen te bespreken en de situatie ter plekke te bekijken. En dit is misschien wel een voorbeeld van de kanteling die we als gemeente en politici moeten maken. Dichter op de eigen inwoners zitten en daarna, en dat laat de nieuwe ambassadeurs van onze stad zien, ruimte en vertrouwen geven aan inwoners die initiatieven hebben. En ook hierbij zijn korte lijnen in de communicatie tussen gemeente en inwoners essentieel. Het schilderij van mevrouw Muller is een symbool dat mensen gehoord en gezien willen worden. Ik denk dat de winst van Trump ook hieraan ten grondslag ligt. Ik kom er verder in mijn betoog op terug. Over de tweede voortgangsrapportage willen wij een aantal opmerkingen maken. Als CDA zeggen we dat we er vooral voor zijn, of ook voor zijn, van mensen die het minder hebben getroffen. We maken ons dan ook niet voor niets druk over zaken als de kwaliteit van de schuldhulpverlening, ondersteuning van mantelzorgers, onze armoedebeleid en de wachtlijsten van Veilig Thuis.
Vandaag zou het CDA daarna specifiek aandacht willen vragen voor de groeiende armoede onder senioren. Pensioenen zijn inmiddels al jaren bevroren, waardoor het besteedbaar inkomen met 10% is afgenomen. De zorgtoeslag en de ouderkorting zijn de laatste jaren sterk verminderd. Een groeiend aantal senioren, vooral zij die thuis wonen en zorg nodig hebben, dreigt onder de armoedegrens te komen. We zullen erna moeten denken wat we als gemeente, afvullend op wat het Rijk doet, kunnen doen om senioren uit de armoede te houden. Te denken valt hierbij aan in het invoeren van een blijversregeling, analoog aan de startersregeling, het tegengunstige financiële voorwaarden mogelijk maken van een tijdelijke mantelzorgwoning voor de minder daadkrachtige senior. Het CDA wil graag dit onderwerp in ons jaarthema Wonderschoon Wonen 2017 op de politieke agenda zetten. En we zullen dan dat ook inbrengen in de commissieruimte van januari. Met betrekking tot het wonen is het ook belangrijk dat we in onze woningsvoorraad huizen hebben voor mensen die modaal verdienen, zoals starters en mensen met jonge gezinnen. Een motie van de VVD die hiervoor aandacht vraagt, steunen we dan ook van harte. Tiel laat echt vooruitgang zien op vele dossiers en daar zijn we trots op. Heel zichtbaar zijn natuurlijk de vernieuwingen aan de wegen en scholen en ook wijken worden stevig opgeknapt. Tiel Oost heeft met het nieuwe waterplein hiervan het meest oogspringende voorbeeld. Ook de Westluisterpoort komt letterlijk uit de grond en over een half jaar is het ondergronds parkeren een feit. Ook de parkeervoorzieningen aan de Zandwijkse poort is bijna klaar. Kortom, het meeste blik kan spoedig van de Waalkade verdwijnen. En wat de CDA betreft moet het streven zijn dat de Waalkade in de nabije toekomst compleet autovrij wordt. Het geld immers dat je kwijt bent aan asfalt en voorzieningen kan beter gestoken worden in het nog aantrekkelijker maken van de Waalplaat. Een ander punt is het evenementenbeleid. In het bijzonder wil het CDA inzoomen op de positie van het Fruitcorso. De financiële positie van dit unieke evenement is zeer nijpend. We willen dan ook dat het college er echt werk gaat maken dat dit unieke regio-evenement ook in financieel wordt gedragen door de deelnemende gemeente. Met een bescheiden bijdrage van tussen de 5.000 à 10.000 euro per gemeente maken we als regio het Fruitcorso toekomstbestendig. Ook zouden we toejuichen dat de vorm van burgerparticipatie zoals we die hebben toegepast bij de aanleg van de diverse sportvelden ook in het evenementenbeleid toegepast gaat worden. Immers, het inkopen van diensten zoals dranghekken en dergelijke kan door bijvoorbeeld de Stichting Vier Stromerland veel goedkoper dan door een gemeente. Dus met dezelfde middelen meer doen of met minder middelen hetzelfde doen. We willen deze optie graag inbrengen in de discussie met betrekking tot het evenementenbeleid. Ook zou het CDA graag zien dat we bij het subsidiëren van evenementen een weging zouden toepassen. Zaken als commerciële verdienkracht, maatschappelijke impact en de mate van bijdrage aan het Tielse imago zouden mede bepalend moeten zijn bij het toekennen van subsidies. Graag een reactie van het college hierop. Ten slotte willen we inzoomen op de ontwikkeling in de binnenstad. Er zijn voldoende ideeën om van de binnenstad een belevingsgebied te maken. De eerste concrete projecten van het Hart van Tiel zijn zichtbaar. Een doorn in het oog blijft de leegstand van de verschillende winkels. Het CDA zou graag zien dat de eigenaren van die panden meer bewegen om die winkels in te vullen. We stellen daarom voor dat de gemeente onderzoekt op welke wijze het mogelijk is om eigenaren van lege winkelpanden ook in financiële zin te laten bijdragen. Dit om pandeigenaren, laat ik het subtiel zeggen, te stimuleren om een goede invulling te geven aan hun winkelpanden, ook al is deze soms tijdelijk. Het geld dat dit opbrengt mag van de CDA rechtstreeks naar het Hart van Tiel om nog meer plannen te realiseren om het bezoek aan de binnenstad verder te stimuleren, waardoor leegstand teruggedrongen wordt. Dat zou overigens een mooie aanvulling kunnen zijn van het steeds meer slinkende budget dat uit de reclamebelasting komt, hetgeen een rechtstreeks gevolg is van leegstand. Om dit idee handen en voeten te geven, zal het CDA samen met Partij van Arbeid en D66 hiervoor een motie indienen.
Verder nemen we kennis van de tweede voorstelrapportage. Voordat ik verder ga naar de begroting, wil ik namens het CDA, en ik denk aan ons allen, iedereen danken die op welke wijze ook een bijdrage hieraan geleverd heeft. Voorzitter, dan nu de begroting 2017, die voor ons ligt, ziet er gelukkig nog steeds positief uit. Met het bloesemakkoord is een stevig fundament gelegd onder onze financiële positie en blijft het mogelijk om ook de komende jaren financiële middelen vrij te maken om te investeren in onze stad en dorpen. Het is overigens wel verontrustend dat we erg gevoelig zijn voor de grillen van Politiek Den Haag. Gelukkig zijn er in maart verkiezingen en het zou het zomaar eens kunnen zijn dat daardoor de septembercirculatie flink is meegevallen. Namens het Tielse CDA, andere regering, onze hartelijke dank. Met betrekking tot de financiën moeten we natuurlijk iets zeggen over de problematiek rond de accountantsverklaring van de jaarrekeningen. De auditwerkgroep en in het bijzonder haar voorzitter zijn het net bekomen van het drama rond de jaarrekening 2015. Of er ontvouwt alweer een nieuw drama rond de vaststelling van de jaarrekening 2016. Dit is geen enkel Tielse probleem, maar inmiddels een landelijk probleem aan het worden. Vandaar dat we samen met alle partijen van de Raad een motie willen indienen om deze problematiek met de wereld te delen in de hoop dat dit ook nog op een hoog niveau wordt opgepakt. Voorzitter, ik ben met betoog begonnen met het kleurrijke schilderij van de Bloemenbuurt als symbool van burgers die gezien en gehoord willen worden. Die zelf hun lot in hand willen nemen, initiatieven nemen met betrekking tot hun eigen leefomgeving en welzijn. Voor de lokale overheid is het lastig om te bepalen in welke mate en op welke wijze zij initiatieven van inwoners kan sturen en ondersteunen, zonder daarbij hun motivatie te verstoren. We willen aan de hand van twee actuele ontwikkelingen aangeven hoe wij als CDA hiernaar kijken. Allereerst willen wij dat burgerparticipatie een nieuwe kijk vraagt, Allereerst vinden wij dat burgerparticipatie een nieuwe kijk vraagt op zorg en welzijn. De eerste stap hebben we als raad verleden jaar gezet door aan onze welzijnsorganisaties een duidelijke opdracht mee te geven. Kom met een gezamenlijk plan, breng alle burgerinitiatieven in kaart en zorg dat deze onderdeel worden van een nieuw totaalaanbod voor onze inwoners. Het welzijnsveld moet volgens het CDA er volledig anders aan uit gaan zien. De insteek daarbij moet zijn dat er zoveel mogelijk wordt gestart vanuit de belevingswereld van de inwoners die een ondersteuningsvraag hebben. Uitgangspunten zijn volwaardig meedoen, het dichtbij plaatsvindt en dat er meer uitgegaan wordt van de eigen kracht van mensen. Dit betekent naar onze mening niet dat onze welzijnsinstellingen zaken die al door inwoners zijn opgepakt, zoals bijvoorbeeld de zomerschool, oudere dag en dergelijke, over gaan nemen. Nee, dat betekent juist dat ze alleen zaken moeten gaan doen die niet door inwoners worden opgepakt of opgepakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld delen van het jeugdwerk. Het CDA ziet het budget voor welzijn dan ook op de termijn gedeeltelijk verschuiven naar burgerprojecten. Het beste voorbeeld van burgerparticipatie is de nieuwe omgevingswet, waar de ruimtelijke afwegingen nu veel in de lokale politiek worden gemaakt, krijgen straks ook inwoners cruciale rollen door de omgevingswet. Omdat de omgevingswet ruime betrokkenheid van inwoners aan de voorkant eist, moeten de plannen van de gemeenteraad, waar de gemeenteraad zich uiteindelijk over buigt, meer rekening houden met de wensen, behoeften en belangen van inwoners en belanghebbenden. De belangenafweging vindt minder in de raadszaal plaats. Wordt daarmee de rol van de raadsleden kleiner? Dat denken wij niet. Het vraagt van raadsleden dat ze zich bezinnen op een rol. Die ligt volgens ons in de nabije toekomst meer in het veld en aan de voorkant van het proces. In de wijkcentra door met inwoners, ambtenaren, bestuurders mee te denken over beleidsvoorstellen of plannen. Dus niet langer wachten tot raadsleden in een natuurlijke omgeving de raadzaal kunnen roepen wat ze ervan vinden, maar nog meer aan de voorkant meedoen en denken. Het CDA wil hier al volgend jaar mee aan de slag gaan. Het bestemmingsplan voor de binnenstad zou zich daar ons inziens prima voor lenen. We willen het college nog vragen in de bestuurlijke planning hiervoor ruimte te maken. Voorzitter, ik ga afronden. In een vergadering waarin je een begroting vaststelt,
heb je het natuurlijk over de financiële keuzes die je elkaar moet maken om een gezonde financiële huishouden in je gemeente te hebben. Maar laten we goed beseffen dat achter die grote bedragen natuurlijk wel mensen zitten die elke dag de uitwerking van onze keuzes ervaren. Terugkomend op de overwinning van Trump, waaruit blijkt dat populistische politiek lijkt te winnen, die landen verdeelt, het gevaar van escalatie vergroot en mensen steeds kwaader maakt omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Laten wij als Tielse politiek uitstralen dat het anders kan en moet. Laten we luisteren en omzien naar elkaar. Samen de schouders eronder zetten en niet te veel nadruk leggen op wat niet kan, maar vooral kijken wat wel kan. Laten we samen in de geest van de schilderij van mevrouw Muller onze mooie fruitstad aan de Waal nog mooier inkleuren. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan wij toe aan de fractie van ProTiel. Mevrouw Joustra. Het woord is aan mevrouw Joustra van ProTiel. Geachte voorzitter, college, raadsleden en aanwezigen op de tribune. We willen inwoners en organisatie in de gemeente een plaats geven en waar mogelijk ondersteunen voor het vinden van de juiste weg. Mensen opnieuw aan het werk krijgen, schuldhulpverlening bieden, minima ondersteunen, een veilige woonomgeving geven, een prettige en betaalbare woning bieden, ondernemers ondersteunen en nog veel meer. Het uitvoeren van de vele taken binnen de gemeente en de regio is een grote uitdaging voor iedereen. Het opkomen voor de zwakkeren blijft daarbij een belangrijk aspect, maar levert dit alles ook wel het gewenste resultaat op. Informatieuitwisseling, monitoren, bijsturen, uitvoeren en vooral contacten onderhouden en inwoners niet te lang in het ongewisse laten. Veiligheid raakt ons allemaal, in grote en kleine aanpak. En om er iets uit te lichten, we prijzen de geboden inzet tegen de golf van inbraken en autobranden. Voor aspecten van de openbare verlichting liggen er zeker nog uitdagingen. We zijn benieuwd wat het college er verder denkt te doen aan het helaas nog steeds groot onveiligheidsgevoel bij het NS-station Tiel Centraal. Samen de stad maken. Met elkaar aan de slag. Wijkregisseurs actief als verbinder. Bergen werk is er verzet in het afgelopen jaar. Maar laten we vooral niet vergeten dat niet iedereen op eigen kracht mee kan. Voor het uitvoeren van het beleid van onder andere veiligheid thuis, schuldhulpverlening, minima, jeugdhulp en werkzaak liggen er zeker nog grote uitdagingen. Naast scholing, sport, werk en huisvesting blijft ontspanning een belangrijke tijdsbesteding. Wat zijn de kansen voor het behoud van 22? Voor het doel waarvoor dit ooit is gebouwd?
Naast een ontmoetingsfunctie voor jongeren zijn er naar onze mening ook andere zeer nuttige functies in onder te brengen. Het zou zonde zijn om deze reeds lang bestaande locatie met een bewezen sociale functie verloren te laten gaan. Protiel denkt in dit licht gezien aan een multifunctionele functie waar de hele buurt profijt van kan hebben. Met onder andere huiswerkbegeleiding, ouderontmoetingsplaats, buurtwerk, etc. We pleiten hierbij voor het behoud van deze unieke kans om voor de Tielse jongeren 22 in stand te houden. We dienen hiervoor een motie in met als strekking het behoud van 22. De binnenstad wordt een steeds mooier visitekaartje, hoewel het de komende tijd nog wel een aardige bouwput is. Voor een mede goed functionerende detailhandel zijn ook de parkeertarieven een belangrijk aspect. De voorgestelde verhoging, hoe klein ook, keurt Protiel af. Tevens zijn we fel tegenstander van de voorgenomen uitbreiding van de tijden waarop betaald moet worden. Het gratis parkeren op zaterdag en zondag in november en december is een mooi gebaar en wordt als zeer positief ervaren door zowel de ondernemers als het winkelend publiek. Kan dit het komende jaar behouden blijven? Tiel is een evenementenstad en we willen dit blijven bevorderen. Protiel dringt erop aan dat we met z'n allen scherp blijven om dit doel te verwezenlijken. Kunnen de ambtelijke uren per team inzichtelijk gemaakt worden? En welke uren zijn er nu hard nodig om knelpunten elders op te lossen? Voor gezonde beweging is het beheer van de diverse sportvoorzieningen een basistaak om kwaliteit en veiligheid te blijven waarborgen. Exploitatie binnen- en buitensportaccommodaties behoeven veel aandacht. Het is voor Protiel belangrijk dat er toch een uiterste inspanning moet worden geleverd om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dat zal uiteraard op weerstand krijgen. Ten lange leste zal het heel sportatiel en dus uiteraard onze jeugd hier de vruchten van plukken. Het vervangen van de regiotaxi door de basisnetmobiliteit zullen we kritisch blijven volgen. We houden een vinger aan de pols wat betreft de kosten die dit voor de gebruikers als gevolg kunnen hebben. De presentatie van Kleurwijk Wonen heeft ons meer inzicht gegeven in wat de woningbehoeften zijn in de regio. Maar hoe zit het nu met de uiteindelijke realisatie van de nieuwbouwplannen? Wat staat er de komende jaren in de planning voor de woningbouw? En is er aandacht voor kleine projecten van de vastgoedsector zelf? Welke initiatieven worden genomen vanuit de gemeente Tiel om de vastgoedsector te stimuleren tot zowel grote als kleine projecten? We mogen als Tiel absoluut niet afwachtend zijn. Een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners in het gebruiken en het beheren van de openbare ruimte. De aanpak van zwerfvuil en initiatieven van de inwoners zelf zijn zeker te loven. De effectiviteit van AVRI IBOR kan nog steeds niet helder gemaakt worden. Verantwoording door de AVRI op hoofdonderdelen is helaas al langere tijd regelmatig onderwerp van gesprek. Hierdoor is niet zichtbaar waar besparingen wel of niet gehaald zijn. De IBOR-gemeenten ondervinden dezelfde problematiek. Maar hoe ver staat het nu met het werkelijk inzichtelijk maken van de onderdelen op het productniveau? Wanneer kunnen we deze gegevens nu verwachten? Nu zijn er nog weinig positieve effecten te merken van de overheveling van deze taken. Het credo voor onderwijs is in de Tielse begroting: niemand hoeft uit te vallen. Volgens Protiel moet het zijn: niemand mag uitvallen, zoals in de wet wordt voorgeschreven. Verzuimregistratie van leerlingen kan een handvat zijn om uitval te voorkomen. Maar waar liggen nu de scheidslijnen in de verantwoordelijkheid van scholen, onderwijsinspectie en de gemeente om het verzuim terug te dringen? Inwoners centraal. Er is al heel wat werk verzet om de dienstverlening van de inwoners te optimaliseren. Burgerparticipatie is een onderwerp dat onze volle aandacht verdient. Interactie met de inwoners is hierbij voor Protiel cruciaal.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de fractie van de PvdA, de heer Gradussen. Ah, kijk, hij doet het. Ik maakte me nog zorgen, want ik heb geen presentatie, maar het CDA heeft mij gered door zowel te beginnen met een rood als te eindigen met een roos. Dat doet mij deugd. Overigens dacht ik wel van, zou ik hier ook niet een bijdrage moeten doen als voorzitter van de auditwerkgroep, maar dan moet ik dubbele spreektijd aanvragen, dus dat doen we maar niet. Want voordat je hebt uitgelegd hoe dat allemaal zit met die jaarrekeningen en de accountant, zijn we zo'n half uur verder. Maar dan de bijdrage van de PvdA, daar zal ik me toe te beperken op dit moment. Meneer de voorzitter, het is altijd goed om ons te bedenken waarom we als gemeenteraad op dagen als vandaag bij elkaar zitten. En dat bedoel ik niet op deze exacte datum, want dat heeft ermee te maken dat we als Tielse Raad onze wethouder Financiën zijn reis naar New York tijdens de Amerikaanse verkiezingen hebben gegund. En overigens staat de PvdA daar nog steeds achter, maar we hopen wel dat de wethouder de volgende keer met beter nieuws terugkomt uit de VS. Nee, dan bedoel ik de begrotingsraad in zijn algemeenheid. Tijdens de begrotingsraad kijken we altijd vooruit naar wat er het volgend jaar gaat komen. Dat zal ik ook in deze bijdrage namens de PvdA doen. Maar we willen beginnen met een hele korte terugblik. En dan gaan we niet te ver terug, we gaan namelijk terug naar gisteren. Gisteren maakten de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek namelijk duidelijk dat we nu echt de goede kant op gaan. Voor het tiende kwartaal op rij groeit de Nederlandse economie. En ook met de werkloosheid gaat het goed, want sinds 2014 kwamen er 250.000 banen bij. In het afgelopen kwartaal waren dat er 26.000 en nam het aantal werklozen met 37.000 mensen af. Dat is de grootste daling van werkloosheid in de afgelopen 10 jaar. En dat voelt nog niet voor iedereen zo. De heer Van Gurp had het net over de Tielse situatie, dat wij wat achterlopen. En het is natuurlijk zo, als je langdurig werkloos bent en nog steeds geen baan hebt, dan heb je niks aan die cijfers. Maar voor mensen die na zoveel jaar weer aan de slag kunnen, is dit natuurlijk wel enorm goed nieuws. Zij zijn eindelijk uit de onzekerheid die werkloosheid met zich meebrengt. Maar werkgelegenheid kan vandaag de dag ook onzekerheden met zich meebrengen. Werk geeft immers tegenwoordig veel minder zekerheid dan vroeger. Inmiddels is ongeveer 35% van de beroepsbevolking flexwerker. En veel ZZP'ers doen dat vrijwillig en die werken met veel plezier voor zichzelf. Dat is absoluut het geval en dat is ook hartstikke mooi. Maar er zit ook een groep bij, dat is de andere kant van het verhaal, een groep flexwerkers die ongewenst en in een onzekere situatie zit. En dat zijn de mensen die eigenlijk noodgedwongen ZZP'er zijn, die de bouwvakkers die niet anders kunnen dan om werk te krijgen dan zich als ZZP'er aan te melden, omdat de concurrentie moordend is. Het is daarom belangrijk dat we niet alleen oog hebben voor de cijfers, niet alleen voor de hoeveelheid werk, maar ook voor de kwaliteit van het werk en de omstandigheden daaromheen. De PvdA vindt dat de overheid hierin het goede voorbeeld moet geven en zich als een goed werkgever moet gedragen. De PvdA kent de gemeente Tiel ook zo. Het viel ons dan ook tegen dat het college op een vraag van GroenLinks niet uitsloot met peilroelconstructies te gaan werken en vooral de reden waarom. Het college gaf aan dat altijd de overweging maakt wat de goedkoopste oplossing is via een peilroelconstructie werken of een tijdelijke aanstelling inclusief WW-lasten. De PvdA vindt dat niet bij de gemeente Tiel passen. Dit betekent dat de gemeente niet uitsluit wettelijke WW-lasten te omzeilen door met payrollconstructies te gaan werken. Payrollconstructies kunnen een uitkomst zijn voor de ZZP'er die af wil van de administratieve romslomp. En daar moeten we ook rekening mee houden. Maar naar de mening van de PvdA mag het niet zo zijn dat de gemeente wetten omzeilt met dergelijke constructies. Daarom dient de PvdA samen met GroenLinks, OD16, ProTiel en SociaalTiel een motie in waarin we stellen dat de gemeente Tiel alleen met payrollconstructies mag werken als werknemers dezelfde rechten krijgen als bij een tijdelijke aanstelling bij de gemeente Tiel. Op die manier voorkomen we dat de gemeente voor payrollconstructies kiest omdat de gemeente geen zin heeft om sociale lasten te betalen en bieden we de ZZP'ers meer zekerheden.
Wij vinden het ook van belang om mensen niet te vergeten die net wat meer ondersteuning nodig hebben bij het zoeken of verrichten van arbeid, zoals mensen die langdurig werkloos zijn en mensen met een arbeidshandicap. Daarom is de PvdA Tiel blij met wat we als gemeente Tiel op dit vlak al doen. We lezen in de begroting dat de gemeente Tiel de certificering in voorbereiding gaat nemen op basis van de prestatieladder sociale ondernemen in werk. En dat zal duidelijk maken waar de gemeente Tiel precies staat en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is dit een hele positieve stap. Ook belangrijk voor deze groep is de naleving van de banenafspraak. Daarin kwamen werkgevers met de overheid overeen dat er in Nederland 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen moeten worden. Voor de regio Rivierenland zou dat betekenen dat tegen het eind van dit jaar 250 mensen uit de doelgroep aan het werk zijn. In oktober waren er echter al 350 mensen die een baan hadden gevonden uit de doelgroep. En daarmee is Rivierenland op dit moment koploper en de beste arbeidsmarktregio van Nederland. Het resultaat kwam tot stand door een goede samenwerking tussen de werkgevers, de vakbonden, het onderwijs, Werkzaak Rivierenland, UWV en de gemeentes in de regio. En deze partijen verdienen wat ons betreft dan ook de complimenten. De PvdA is benieuwd wat het eindresultaat zal zijn dit jaar, maar het zal ongetwijfeld positief nieuws zijn voor onder andere mensen die met een handicap die aan het werk zijn geholpen. En mensen met een handicap die kregen dit jaar al eerder goed nieuws te horen, toen begin dit jaar de Tweede en Eerste Kamer besloot het VN-verdrag in zaken de rechten van mensen met een handicap goed te keuren, te ratificeren. In Tiel had de gemeenteraad, vooruitstrevend als wij het toch zijn, in februari 2016 al een motie van Sociaal Tiel aangenomen om uitvoering te geven aan dit verdrag, nog voordat de Eerste Kamer de goedkeuring had gegeven. De raad gaf aan graag tot de inclusieagenda te willen komen, een integraal plan om stapsgewijs de belemmeringen weg te nemen waar mensen met een handicap tegenaan lopen. Het college geeft nu aan dat hier aandacht aan wordt besteed in het beleidsplan en het uitvoeringsplan WMO Jeugd en dat klopt, dat hoort wat over het onderwerp in te staan, maar dit is toch echt beperkt. Het VN-verdrag gaat namelijk ook over het volgonderwerp, het aan het werk helpen van mensen met een handicap. Het verdrag gaat ook over het voorkomen van discriminatie van gehandicapten. En het verdrag gaat ook over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en medische voorzieningen voor gehandicapten. De lezing van het college is dus naar de mening van de PvdA te beperkt. Dit zijn uiteraard nog voorbeelden, het verdrag gaat nog over veel meer zaken. Bovendien zou een dergelijke inclusieagenda moeten beginnen met het inventariseren wat de grootste knelpunten zijn die inwoners met een beperking ervaren. Zij weten immers als geen ander met welke belemmeringen zij te maken krijgen. En Sociaal Tiel zal daarom zo, menens namens de PvdA, een motie indienen om in 2017 alsnog een eerste stap te maken in de richting van een inclusieagenda. Waar we in 2017 eveneens stappen in moeten zetten is het op orde brengen van de schuldhulpverlening. Er ligt nu een plan van aanpak van met processtappen om te komen tot een evaluatie en tot een nieuw beleidsplan. Die processtappen zien er goed uit en die zien er ook logisch uit. De PvdA ziet op het punt van schuldhulpverlening echter ook een belangrijke rol weggelegd voor budgetbeheer. Voorkomen is immers beter dan genezen. We zien te vaak dat inwoners uit de schuldhulpverlening komen, maar binnen een mum van tijd weer in die schuldhulpverlening zitten. Het gaat dan om inwoners die grote moeite hebben om geld wat er binnenkomt aan de juiste zaken uit te geven en om hun uitgaven op orde te krijgen. Deze inwoners leren met hun geld om te gaan is volgens de PvdA veel efficiënter dan inwoners keer op keer weer uit de schulden te redden met schuldhulpverlening. Door dit aan de voorkant goed te regelen, besparen we aan de achterkant meer tijd en geld. Dat geldt uiteraard niet voor de hele groep die in de schuldhulpverlening zit, maar wel voor een deel. Wat de PvdA verder zal benieuwen in 2017 is de ontwikkelingen op het gebied van de gereguleerde wietteelt. Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer aan te dienen voor het regulieren van wietteelt onder controle van de overheid. Op een congres van de VNG eerder dit jaar gaf bijna 90% van de gemeente aan het cannabisbeleid te willen moderniseren. De PvdA vindt het een goede ontwikkeling. Op deze manier halen we softdrugs uit de criminaliteit en voorkomen we illegale thuisteelt met alle risico's die daarbij horen. Dan zijn er ook duidelijke kwaliteitseisen aan softdrugs te stellen en kunnen het risico op verslaving beperken. We zijn erg benieuwd of de burgemeester de ontwikkelingen vanuit de VNG en uit de Tweede Kamer ook met zoveel belangstelling volgt. Maar zullen niet vragen of de wethouder Financiën in het VS ervaring heeft opgedaan met gelegaliseerde wietteelt.
Sommige staten in de VS zijn immers al progressiever dan Nederland. Het legaliseren van wietteelt is daar helemaal doorgevoerd. Maar New York hoort daar niet bij. Dus de wethouder kan daar geen ervaring mee hebben in die staat. Wat de laatste jaren in ieder geval uit de VS is overgewaaid, is de Tiny House Movement. Inmiddels is er ook in Tiel een initiatief ontstaan van de woondromers, een groep inwoners die eenvoudig en meer in overeenstemming met de natuur wil leven. Het consuminderen en het duurzaam en bewust leven staan daarbij centraal in de kleine duurzame woningen die zij willen bouwen en bewonen. De PvdA vindt het een mooi initiatief waaraan we graag onze medewerking willen verlenen. We ondersteunen dan ook van harte de motie die GroenLinks hierover indient. En hopelijk kunnen we hierin snelle stappen maken en staan de eerste schattige kleine huizen dit jaar al in Tiel. Meneer de voorzitter, ik ga afronden. De PvdA is heel benieuwd wat het jaar 2017 gaat brengen. De PvdA hoopt op een jaar waarin er nog meer banen beschikbaar zijn. Gemeenten niet meer voor perelconstructies kiezen om sociale lasten te omzeilen. De gemeente Tiel de eerste stappen zet richting certificering op basis van de prestatieladder sociale ondernemen in werk. En nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan komen. We de eerste stappen naar inclusieagenda zetten die ons in staat stelt belemmeringen voor mensen met een beperking weg te nemen. We de schuldhulpverlening op orde brengen. De wietteelt gereguleerd wordt en de eerste tiny houses in Tiel verschijnen. Wij zouden voor zo'n jaar tekenen. Dank u wel. Dan komen we tot slot bij de fractie van Sociaal Tiel, mevrouw Sonneveld. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, hij doet het. Als tiende, als laatste. Het publiek is inmiddels denk ik al aardig meur gekletst. In het kader van de herhaling haak ik nog even in op wat de heer Gradissen net al genoemd heeft, namelijk de Tielse inclusieagenda. Daar gaan we namelijk nog een keer op herhaling. In februari is hier de motie aangenomen en toch wel tot onze schrik zagen wij hoe men nu gepland had om daar uitvoering aan te geven. Het wordt een onderdeel van een van de programma's van wat er in Tiel speelt. Een inclusieagenda is eigenlijk veel meer dan dat. Het is niet een stukje van een stukje, maar het is iets wat er boven zou moeten hangen. Het zou iets moeten zijn waarbij je op het moment dat je aan de gang gaat met het nemen van een besluit al in je achterhoofd bezig bent. Het zou iets moeten zijn wat een onderdeel is van de voorwaarden waarop iets gebaseerd wordt. Dus vandaar met PvdA geschreven, met dank daarbij, de ondersteuning van OD16, van ChristenUnie, van ProTiel, van GroenLinks en volgens mij vergeet ik nu iemand. PvdA en wij, komen heel eind. Is hij er nu weer? En we hopen echt van ganse harte dat er in 2017 eindelijk stappen genomen worden. En dan niet stappen die genomen worden omdat ze toch al wel genomen zou worden zonder dat we erbij nadenken, maar bewuste stappen. Bewust het inclusief maken van deze samenleving en het zorgen dat elke inwoner van deze stad gelijke mogelijkheden heeft. Het leuke van de moties die voorbij kwamen toen ik ze aan het lezen was, was eigenlijk dat we heel veel onderzoeken willen laten doen. Er is op het moment niet zoveel geld te besteden. En die onderzoeken die worden aan het college voorgelegd. Daar gaan we met z'n allen over beslissen. Willen we dit wel, willen we dit niet? En die gaan vervolgens de pijplijn in. Bij een aantal babbels van mijn collega's werden al van deze onderzoeken genoemd. We hebben gehad het schoolzwemmen. De beslissing daarover werd genomen in 2011. We hebben gehad het parkeren in de avonduren. De beslissing daarover werd gemaakt, of in ieder geval beslissing voor het onderzoek of voor de uitvoering, werd gemaakt in 2010. Een van mijn stokpaardjes, waar ik nog steeds heel triest vrolijk van word, is het parkeerroute informatiesysteem. Die kregen we in 2015 als commissie ruimte op ons bordje. En vervolgens werd er meteen een optie toegevoegd. Optie 0, jongens, wij willen dit helemaal niet meer. Want het onderzoek was ingehaald door de tijd. Ik ben heel erg benieuwd of het college voor mij een antwoord heeft over hoeveel onderzoeken er nog in de pijplijn zitten. En hoeveel onderzoeken daarvan misschien al wel door de tijd zijn ingehaald.
Want ik denk dat we met dat soort onderzoeken moeten stoppen. Dat het zonde is om de tijd die daaraan besteed wordt, erin te blijven steken. Ik weet niet of het mogelijk is om een volledig overzicht te hebben, om ergens een actueel overzicht en een overzicht hoe ver bepaalde onderzoeken zijn. Maar ik denk wel dat het heel interessant is. Want dat is een manier om ook te bezuinigen. Dingen onderzoeken die we eigenlijk niet meer willen, is zonde van onze tijd. Ik kan heel lang doorkletsen. Ik denk heel goed in. Ga ik niet doen. Ik wil eigenlijk nog twee dingen meegeven, meenemen. Die denk ik voor ons allemaal in de komende tijd heel erg belangrijk zijn. En waarvan we ook bij het college en bij deze raad al wel voorbeelden hebben gezien. De ene is een omdenkquote. En die zegt, blijf niet vasthouden aan een fout. Alleen omdat je veel tijd hebt besteed aan het maken ervan. We hebben er al voorbeelden van gezien. Hou hem in je achterhoofd. Fouten maken is prima. Fouten maken is de enige manier om dingen te leren. Maar fouten maken is ook iets wat je van elkaar moet accepteren. Dus durf van elkaar te zeggen, oké, dit is fout gegaan en we gaan verder. Durf elkaar tegen elkaar te zeggen, dingen gaan goed, maar we hebben wel met z'n allen de intentie om het beter te gaan doen. En we geven elkaar de vrijheid om met die intentie aan de slag te gaan. En de volgende is een quote over vrijheid. Want we willen in deze samenleving eigenlijk allemaal doen wat wij willen. En we willen aan de andere kant ook wel dat anderen rekening met ons houden. En deze quote is eentje die ontzettend diep bij mij gaat en die mij gewoon heel erg veel zegt. Vrijheid om te zijn wie jij bent en om mij te laten zijn wie ik ben. Ik denk als we met dat respect samen stappen willen zetten en stappen gaan zetten, dan komt het goed. En buiten het feit dat het goed gaat komen, is het nu ook al goed. We mogen best trots zijn over waar we nu zijn. Dank. Nou, dat is een mooie laatste zin van deze beschouwingen van alle fracties. Wij zijn toe. Komen toe aan de eerste termijn van het college. Ik stel voor daarvoor te gaan schorsen. Er zijn natuurlijk ook nogal wat vragen gesteld. Het college moet ook zich even beraden op de aangekondigde moties. De griffier heeft nog een korte mededeling. Dank u, voorzitter. Ik stel voor dat mensen nog even blijven zitten, want de schriftelijke versies van de bijdragen wordt zo uitgedeeld. Dan heeft u die alvast, krijgt u die zo mee. Ik heb ook geconstateerd dat de bijdragen van GroenLinks en OD16 niet helemaal compleet zijn. Helaas, in de melee op de griffie is dat kennelijk een bladzij verloren gegaan. En ik had graag in de schorsing mevrouw Stoeten, de heer Smits, de heer Henning en de heer Sijpkes even bij mij voor een kort overleg. Dank u wel. Dan stel ik voor om de vergadering 1 uur te schorsen tot 17:20.